Goedemiddag en welkom bij Joet. Een bizarre oerval justerjoen let in de Ljouwerter wijk Kammingeborne. Een vrouw van 57 is daar oervallen troch een man in een zwarte pietenpak. Ek hier de oervaller een masker op, dat broekt het in de horrorfilm Scream. En boppen dat hier hij een bos blommen bij hem. De 2 meter lange man bellen om kwartier vooral van om bij de vrouw op de Gauma-staten. Ze doet de door hier en vervolgens stwarmt die man in één keer de wenning binnen. En vlucht oer de vrouw heen en ja, er ontsteert een worsteling op dat moment. Nou, de vrouw die is zo handig geweest, die had de man op een bepaald plak rekken met de man een gigantisch hekel aan haar. En ze had het masker van de man van de holle oor lutsen. En de man is zodanig schrokken die het ervan trok hangen. Er is geen kwotstel. Een burgernetactie in de week had geen resultaat opsmieten. Het broeken van het Friesk troch leerkrachten op basisschool moet volle beter. Zo vinden ze in de Zuidwesthoeken. Op de 15 kwam van onderwijskoepel Nijegaarst, maar de docenten op een nij een test waan. Ik al herzien het verliezen, het voel voor het vak Friesk helle. De eerste uitslagen zijn bekend, meer dan de helft van de Sontjen leerkrachten is zakken. Dat zei dat het dan eigenlijk wel een beetje logisch is dat mensen haar net heel nog vertrouwd vielen met het broeken van het Friesk. En daardoor wordt het misschien minder broek dat wel kennen zo. Het hoeft om u is niet alle Friesk te wijzen. Het hoeft er niet oud te drippen. Maar zowel het Nederlands als het Friesk varen er wel bij wanneer het beide talen goed broekt worden. En dan moet de bijna goed voorbeeld hebben. Docenten die deze toets net helle hebben, maar verplicht op cursus om het Friesk bij te spiekeren. Een speciale trainingsdag van Ljouwerter opsporingsambtenaars. Op een cursus moeten ze leren om te gaan met agressieve hoen en met haar baasjes. Dit kennen de opsporingsambtenaren zich in de praktijk zien komen. Dat ze controleren op begeleid het oprijden van hoenenstront. Daarom kregen ze aan 20 ambtenaren een speciale training. Dat gebeurt door het naspelen van bepaalde situaties. Wat we leren is een stukje omgang met agressie eigenlijk. Hè? Zowel van de eigenaar van de hoen als van een hoen dus. En dat kan ik een combinatie daarvan wezen. En hoe spreek je mensen aan, hoe ga je ermee om, hè, met de bekeuringssituatie. De cursisten ondergaan zelfs hoe het een flinke hoen bieden kan. De gemeente Zuidwest-Friesland had een nieuw gemeentewapen. En dit moet het worden. De hele Eeren, de adelaar, die stiert voor de Friese identiteit van de gemeente. Het wapen moet broekt worden op officiële documenten en op de toga's die troch ambtenaars droegen worden. Altijd Massimo Jelle ter Luin had het ontwerp maken. De plisje had van 18 drachten de man van 21 aanhouden van Bronstichting. Hij waat op het dier betrapen, doet die coniferen in brand zetten woer bij een wenning aan het Kaatsveld. De laatste tijd binnen de resort branden in drachten. Er werd onderzocht of de man ek daar verantwoordelijk voor is. Op het Ljouwerter bedrijfpark De Hemrik is de eerste peelslijn van de nijbouw van CSK Food Enrichment. Het gaat om een miljoenen investering. De nijbouw komt naast het bestaande fabriek. Er komen in eerste instantie van 30 mensen te werken. Het gaat om werk dat nou nog in Ede plak vindt. Als dit bedrijf goed draait, dan stoppen we het andere bedrijf. We gaan dan die fabriek die nu een capaciteit heeft van ongeveer 300 ton. Dat wordt hier een capaciteit van 600 tot 700 ton. En is nog verder uitbreidbaar tot een veel groter volume. Het Jeddere Stremselfabriek CSK maakt een stof en maakt zoveel producten zoals cheese op smaak maken worden. Naast het haatkantoor in Ljouwert binnen de vestigings in Frankrijk en Eerst-Europa. Er is 35 miljoen in het nieuwe fabriek stutsen. Vogelopvangcentrum De Vogelhelling in Oerterp vraait het uit. Er komt een extra ronde bij die het broekt worden kan als expositie en presentatieronde. De Vogelhelling had verlet van meer zeelronde om er een soort omvragen komen van groepsexcursies en lessen van squalbeen. De provincie betelt het grootste pad van de uitbreiding en er binnen ook fondsen die het geld jouwen. En verder binnen de gemeenten Opsterloon en Smellingenloon om een bijdrage vregen. Het lijkt wel juist goed, maar Huddewien en Rijn, en die Rijn die houdt eerst ook nog wel even aan. Want vannacht vallen er nog heel tijd buien. De temperatuur loopt om de 14 graden heen en er kan ook mist ontstaan. En morgen ook een ruinige dag op grondplakken kan wel 20 mm vallen. De temperatuur loopt tussen de 16 en de 18 graden en er kunnen ook hudde windstieten voorkomen. En dit weer het nieuws van 4 uur. Om 6 uur dan is het weer. Nog een goede jongen verder.